Vanaf deze uitkijktoren heb je een mooi uitzicht. Er lijkt echter niet zoveel te zien, en toch is hieronder heel veel leven. Daarvoor gaan we het van dichterbij bekijken. We gaan op zoek naar het kleine leven, namelijk de fascinerende wereld van de insecten. Je kunt ze voornamelijk tegenkomen in graslanden, de bloedcicaden. Plantensappen zijn hun belangrijkste voedselbron, die opgezogen wordt met de monddelen. Voor de volwassen libellen is het langzamerhand tijd om het larvenstadium te verlaten. Het zijn juweeltjes. De enorme facetogen bestaan soms elk uit 30.000 afzonderlijke oogjes. Zijn vleugels zijn niet alleen doorzichtig, maar ook sterk geaderd. Libelles zijn de snelst vliegende insecten ter wereld. In de omgeving van stromend water, beekjes of waterplassen zijn de libelles het beste op hun plek. Het juffertje is familie van de libellen. Hierin zijn ook vele soorten, zoals onder andere de azuurwaterjuffer en de bosbeekjuffer. Roodsoldaatjes tref je meestal op schermbloemen aan. Ze kijken uit naar soortgenoten, likken nectar en wat ze vooral doen is paren. Wantsen, zoals hier de zuringwantsen, zijn tijdens de paring weinig beweeglijk. In tegenstelling tot de zuringwantsen zijn de blauwtjes tijdens de paring weer wel erg actief. Het zijn voornamelijk graslandvlinders en vaak moeilijk van andere soorten blauwtjes te onderscheiden. Thank you.
De krasser behoort tot de familie sprinkhanen. Het zijn zuivere planteneters. Sabelsprinkhanen zul je overdag niet vaak tegenkomen. Ze zijn meestal 's nachts actief. Een vreemd verschijnsel, een soort spinsel in deze boom. Het wordt veroorzaakt door de stippelmot. Stippelmotten leggen hierin ook eitjes. Vaak vreten ze de struiken of bomen helemaal kaal. Het lijkt een onbekend insect en toch is hij heel erg bekend. Het is een larve van een lieve heersbeestje, waarvan er ook verschillende soorten zijn. Een lieve heersbeestje kan heel rustig zijn, maar ook een ontzettend druktemakertje. Hij is voortdurend op zoek naar luisjes. En nu heeft hij er eindelijk één gevonden. Een lekker maaltje.
net als een gevaarlijke Jacobs kruiskruid. Gevaarlijk voor koeien en paarden. Ze krijgen er levensziektes mee, kunnen er dood aan gaan. Schapen kunnen er tegen, die zijn immuun voor. Deze zit vol met luis en met mieren. Mieren eten de luizen niet, maar melken ze. Bijen en hommels leven van stuifmeel en nectar. Vlinders kunnen we overal tegenkomen als de temperatuur maar aangenaam is. Het zijn goede graadmeters voor de kwaliteit van de natuur. Een geliefde plant waarop de vlinders graag neerdalen is de vlinderstruik. Veelal ook te vinden in parken en ook in tuinen. Regelmatig kunnen we de dagpauwoogvlinder zien. Hij heeft altijd 4 opvallende oogvlekken op de bovenkant van de vleugels. Vanuit Zuid-Europa trekken de Atalanta-vlinders elk jaar naar het noorden. Daarvoor leggen ze vaak enorme afstanden af. Soms steekt de Atalanta de zee over naar Groot-Brittannië en IJsland.
Opvallend aan het roodkopkevertje is zijn getande antenne. Hij lijkt misschien wel een griezel. Toch is hij een bijzonder nuttig diertje. De spin ruimt namelijk schadelijke en lastige insecten op. Daarentegen is bijvoorbeeld de aspergekever een prachtig diertje, maar erg schadelijk voor de aspergeplanten. En zo hebben insecten hun voor- en nadelen. Zeker in de natuur vind je overal insecten. Als je goed kijkt, zul je deze insectenwereld op een boeiende wijze ervaren. En dan te bedenken dat er wereldwijd meer dan 1 miljoen soorten zijn,